Henny, we staan hier weer op het TT-circuit van Assen. Hoe blij ben je dat je weer echt aan de slag mag? Ja, we zijn natuurlijk kei blij dat we eindelijk weer mogen. Het is wel onder bepaalde voorwaarden dat we mogen. Maar goed, het is zoals het is. En we zullen moeten dealen met de mogelijkheden die er zijn. En die benutten we dan ook. En we zijn weer echt blij als organisatie, maar ook als spotter, dat we hier weer op het TT-circuit van Assen mogen rijden. Beslist. Ja, en nou goed, in de afgelopen winter als organisatie, dat moet veel impact hebben gehad. En ook qua regelen en dergelijke, om uiteindelijk hier weer te kunnen staan. Kun je ons wat meer meenemen in hoe zo'n winter voor jullie was en ook de afgelopen maanden? De winter was voor ons zeer zwaar. Ja. Als je de toekomstbeelden dan eigenlijk visualiseerde, dan denk je, ja, wat gaat het worden en wanneer gaat het weer wat worden? Zakelijk gesproken gezien is dat natuurlijk voor alle bedrijven, maar ook voor ons, was er natuurlijk nul inkomsten. En dan gaan we met elkaar praten op welke manier kunnen we dit ingevullen zodra het er kan. Ik heb denk ik wel 10 schema's gemaakt die ik weg moest gooien. Omdat ik elke dag van het zou kunnen. Maar het kon dan niet. En toen kwam eigenlijk het bericht van de TT-circuit Assen van hey, je moet eens gaan praten, want er zijn mogelijkheden. Nou, dat hebben we dus met Assen overlegd. We hebben een protocol is er gekomen. We hebben het protocol aan wat praktijkwaarden getoetst. Hier en daar moest wat bijsturing bij komen, wat fine-tunen. Maar het is dus al met al is het dus niet op dit moment zo dat we dus kunnen gaan rijden. Ja, nee, en we staan hier nu en we zijn aan het rijden. In de voorbereiding om hier uiteindelijk te kunnen gaan rijden deze dagen. Hebben jullie nog veel moeten doen aan aanpassingen ten opzichte van een normale trainingsdag vanuit CRT? Ja, we hebben best veel aanpassingen moeten doen. Gezien de coronamaatregelen en die moeten we ook respecteren. Wat ik al eerder zei, het is een geduchte tegenstander. Daar moeten we goed mee omgaan. Wat we aanpassingen moeten doen zijn natuurlijk de standaardregels die voor iedereen geldt. En dat betekent die 1,5 meter afstand. Maar ook eigenlijk de aanpassingen voor op het circuit, het overnachten op het circuit, de aanwezigheid op het circuit. En dat maakt er dan eigenlijk dat je in strak overleg met Assen dit soort zaken moet bespreken. Wat we heel jammer vinden, maar begrijpelijk, dat we eigenlijk geen wedstrijden kunnen rijden. Want in onze optiek is het zo dat er eigenlijk weinig verschil zit tussen de training en tussen de wedstrijd. In mijn optiek hebben we ook de beste mondkapjes die we hebben. We hebben integraal hemmen, we staan van onder tot boven in het leer. En wat is dan het wezenlijke verschil tussen onderling besmettingsgevaar van de training en de wedstrijd? Maar goed, er komen andere zaken aan te pas, emotie en supporters en dat soort zaken. En dat maakt dan eigenlijk dat we toch vooralsnog tot 1 september geen wedstrijden mogen rijden. Nee, nou goed, we zijn in ieder geval wel weer aan het trainen. We zijn nu zaterdag halverwege, dus van de 3 dagen. Hoe kijk je nu terug op de eerste 1,5 dag? Ben je tevreden hoe het tot nu toe loopt? Ondanks dat we natuurlijk gisteren ook wel wat regen hebben gehad. Nou, wat gisteren en vandaag is gebeurd is kei positief. De rijders begrijpen het. We hebben heel weinig eigenlijk dat we moeten zeggen, jongens denk erom. 8 man in de pitbox en niet meer, en met je 2 motoren hebt. In hun enthousiasme staan ze te dicht bij elkaar, want ze vervallen gauw in het oude patroon wat ze jaren gehad hebben. En nu moeten ze daar aanpassingen op gaan doen. En wat we hebben is dat gisteren hadden we sommige groepen, die hadden de mazzel dat ze niet alleen maar op het droge hoefden te rijden, maar ook in het regen konden rijden. En dat maakt eigenlijk ook weer dat we hele positieve geluiden krijgen omtrent de grip op het nieuwe asfalt van de TT-circuit Assen. En dat is echt heel positief ervaren. Nou, dat is hartstikke mooi. En als we dan even kijken naar de komende periode maanden, kun je ons al wat meenemen in het programma hoe het eruit gaat zien voor jullie de komende maanden qua trainingsdagen en eventueel wedstrijden in de toekomst? Wat wij hebben is, wij hebben nog een fors aantal dagen staan als CET circuitdagen. We hadden dagen staan als OV Cup wedstrijden en we hadden staan de 501 van Assen. En die gaan dan niet door omdat we geen wedstrijden mogen organiseren. De trainingsdagen, CET-circuitdagen, gaan gewoon door. Bij het programma voor de 501 hebben we nog niet in ons hoofd zitten. Wij zijn in afwachting van of we in augustus naar Sleids kunnen. Of we daar dus een dubbele wedstrijd kunnen gaan rijden in Sleids. En dan in september hebben wij een datum staan voor de volgende OV Cup race. En dan hebben we in oktober hebben we 2 data kunnen reserveren voor ook OV Cup races. En dat betekent dat we wellicht 1 of 2 van die wedstrijden dubbele races gaan rijden. Zodat we naar een respectabel aantal kunnen komen, waardoor we ook een goed klassement kunnen maken. Ja, want als ik dat dan zo in vlugrijd met elkaar optel, dan zouden we misschien nog aan tussen 6 en 8 wedstrijden kunnen komen. Inderdaad, ja. Dat is dan eigenlijk de insteek, zodat ook de jongens een respectabel klassement kunnen opmaken. Ja, een hoopvol uitspraak, zeg maar. En ook richting de rijders en teams, denk ik, dat ze toch wel kunnen uitkijken nog weer naar wedstrijden dit jaar. Ja, beslist. Hè. Ja. Dus het trainen is leuk. En vooral nu, hè. Iedereen heeft stilgezeten. Sommige rijders zijn Spanje uitgejaagd, omdat ze binnen een korte tijd weg moesten.
En dan nu de mogelijkheid om op een nieuwe circuit assen te rijden met het nieuwe asfalt. Nieuw materiaal, aangepast materiaal. Ja, dat maakt dat ze eigenlijk dus een hele breed scala kunnen testen. Hier nu, vandaag en morgen. En wellicht ook in de komende dagen, als we hier dus die CT-circuitdagen gaan houden.